Goeiedag, lieve mensen. Goeiedag iedereen. Ik wou iedereen de tip geven. Pak schilderijen van Leonardo da Vinci. En zoek daar een bepaald punt in op. En kijk, ga spiegelen. Kijk of je aliens kan ontdekken. De Da Vinci Code. Zitten er aliens in schilderijen van Leonardo da Vinci? Ja, die zitten erin. Ja, Da Vinci Code. Voor de rest, ik wil graag een biologische, micro-agrarische revolutie beginnen. En een koekjesbak- en broodbakrevolutie. Dus hoe kunnen we elkaar, ons en tezamen, dat je samen brood kan bakken en kan delen. Dus iedereen koopt meel, koopt gist, koopt zulke dingen. Dus ik wil eigenlijk een soort van voedselrevolutie beginnen. Hoe we anders tegen voedsel aan kunnen kijken, want beleid is beleid. En dat voeren ze toch wel door. En er is een hoop ongezond eten. Ik ben niet helemaal neurotisch en biologisch en dit en dat met eten. Het zou heel goed zijn, hè? Dat is, maar ik eet nog wel wat E-nummertjes en andere zaken. Maar afin, een voedselrevolutie. Want van de gevestigde orde hoeven we het niet te hebben. Hoe doen we dat? Hè? Dus leuke voedselideeën en voedseloverlevingsideeën. Voor ook een micro-agrarische biologische revolutie. Tot de volgende aflevering.